Hondenbezitters balen. Vandaag konden ze de postbank niet op. De gemeente sluit op sneeuwdagen als deze de weg vanuit Roosendaal omdat die te glad is. Goedenavond en verder in deze uitzending. Het WK Volleybal voor Dames zal over 3 jaar echt niemand in Gelderland ontgaan. Alle teams gaan verdeeld worden over alle steden en dorpen in Gelderland. Dus elk dorp krijgt een rol in het WK. En na 24 jaar duiken er unieke foto's op van het hoogwater in 1995. Alles en iedereen was weer in opperste staat van paraatheid. Het KNMI had code geel afgegeven. Het zou in heel Nederland flink gaan sneeuwen. Maar bij ons in de provincie leek het nog wel mee te vallen. In ieder geval alle autowegen waren goed begaanbaar. En er gebeurden geen noemenswaardige ongelukken. In de Achterhoek viel wel de nodige sneeuw. En dus moesten daar extra maatregelen worden genomen. Natuurlijk wordt er ook hier in Aalten gestrooid. Strooiwagens rijden af en aan en gemeentemedewerkers gooien handstrooizout op de stoep. Ook wordt er door de gemeente gewerkt met sneeuwschuivers. Maar deze lokale ondernemer pakt het professioneler aan. Nou ja, je doet je best om het weer schoon te krijgen. Voor de klanten niet struikelen, niet vallen. Dus ja, dat vinden we belangrijk. Dus dan wil je dat ook goed aanpakken. Behoorlijk wat sneeuw gevallen, hè? Ja. Heftig. We hopen dat het niet te vaak gebeurt, want we moeten nog vaker vegen. En automobilisten moeten 's morgens eerst even de sneeuw van hun ruiten krabben voordat ze op pad kunnen. Dat viel tegen, hè? Nou ja, inderdaad. Nou, het krabben op zich niet. Maar kijk, de sneeuw die erop lag, ik denk die is wel weg. Maar er zat nog een laagje ijs onder. Maar de sneeuw levert natuurlijk ook mooie plaatjes op en plezier. Ja, ook plezier dus voor de kinderen. Maar niet iedereen is blij met de sneeuw. Inwoners van Roosendaal en hondenbezitters balen van de afsluiting van een van de wegen naar de postbank. De gemeente Rhede sluit op dagen als deze de toerit om ongelukken door gladheid op de soms steile weg te voorkomen. Hondenliefhebbers moeten hun trouwe viervoeters nu ergens anders uitlaten. Zo, kom jongen. Kom maar. Ad van Beurde is een van die hondenliefhebbers. Hij loopt regelmatig met zijn hond Jentel door het natuurgebied de Postbank. Maar vandaag kan dat niet. Het gebied is afgesloten. Zeker voor het hondenuitlaatgebied kom je nu met de auto niet bij. En nu moet je 40 minuten heen lopen, 40 minuten teruglopen. En dat is waanzin. Dat houdt de hond misschien wel vol. Maar je moet zelf goede conditie hebben om dat te kunnen volbrengen. Volgens de gemeente is de afzetting van de Postbank met deze sneeuwval de beste optie. En dat heeft te maken met de veiligheidsregio Midden-Gelderland. Die zeiden eind jaren 90 al, onze hulpdiensten moeten daar te vaak uitrukken vanwege botsingen of auto's die in de automobilisten in de problemen. Dus vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we dat gedaan. Ja, ongelukken kunnen natuurlijk altijd gebeuren. Hè? Ik ben 14 dagen geleden op de postbank geweest toen die niet afgesloten was. Toen lagen de grote plakken ijs. Kijk, en dat is pas echt gevaarlijk. Die sneeuw, zegt u, niks aan de hand. Dit beetje sneeuw, dat flutbeetje, niks aan de hand. Ad van Beurde pleit voor een andere aanpak, namelijk het strooien van zand. Zand wat ze in Scandinavië, Noorwegen, Zweden altijd al jaren doen, ook natuurgebieden. Daar wordt ook gewoon zand gestrooid, gaat perfect. Er wordt helemaal geen zout over de wegen gestrooid, kan hier net zo makkelijk. Nee, dat doen wij in dit gebied niet. En dat doen we ook al veel langer vanuit natuur- en milieuoverwegingen. Het is een kwetsbaar gebied. Als u bedenkt dat in het gebied jaarlijks 2 miljoen mensen komen, moeten wij erg zuinig zijn op het groen en de dieren die we hebben. En daarom strooien we niet. Als je dan sneeuw en ijs hebt en auto's eroverheen, die rijden dat plat. En dan blijft dat veel langer liggen terwijl het bij de rest weer weg is. Dus als je het over strooien hebt, focussen wij ons op ons hoofdwegennet. Voorlopig blijven de hekken nog even staan. En je kan er natuurlijk altijd nog omheen lopen. En dan het WK volleybal. Net als bij de Giro d'Italia moet het komende WK voor dames in heel Gelderland beleefd worden. Het is dan ook de bedoeling dat niet alleen de officiële speelsteden Arnhem en Apeldoorn de gevolgen merken, maar dat ook andere Gelderse plaatsen betrokken worden. Zo krijgen sommige dorpen jeugdwedstrijden toebedeeld en worden landteams op verschillende plekken in de provincie ondergebracht. Vandaag was de officiële aftrap voor het WK Volleybal 2022 op Papendal. Bijna toetsportbestuurlijk Nederland was aanwezig bij de presentatie van de plannen voor dat WK. En het moet gezegd, over het enthousiasme dat het WK naar Gelderland komt, kan niet worden geklaagd. Fantastisch, dit gaan we echt doen. Amazing. Fantastisch. I'm so much happy.
Ik zou zeggen, toch even een dik applaus voor die man. Hoe trots moeten we zijn als Gelderlanders dat we dit hebben gekregen? Dubbel trots. Het epicentrum ligt in Gelderland, maar ook dat de hele provincie erbij betrokken wordt. Het is niet zo dat er op één locatie gespeeld wordt en that's it. Nee, alle teams gaan verdeeld worden over alle steden en dorpen in Gelderland. Dus elk dorp krijgt een rol in het WK. En dat is natuurlijk fantastisch. Mooi plan. Fantastisch. Zo kan een dorp bijvoorbeeld een team gaan hosten. Het kan dus zijn dat Amerika of China of Brazilië in uw stad of dorp logeert. En dan zou het mooi zijn dat die stad dan kleurt naar het land wat daar gast is. En dat misschien de mensen in die stad voor dat land gaan aanmoedigen. Misschien naar het stadion komen. En want uiteindelijk de doelstelling is dat we aan het einde de hele Gelderdoom vol krijgen met 30.000 mensen. De provincie betaalt 4,3 miljoen euro voor de komst van het WK naar Gelderland. Het lijkt een heel groot bedrag. Maar als je kijkt wat voor spin-off het heeft, dan vind ik dat het eigenlijk best wel verantwoord is. Halen we dat geld terug? Want dat was bij de Giro ook maar een vraag. Volgens mij gaat dat lukken, maar het maatschappelijke aspect wat erbij zit, dat iedereen er blij van wordt. Maar als je dat in geld zou uitdrukken, ga je vele malen dit terugverdienen. Precies 24 jaar na de hoogwaterevacuatie is een app gelanceerd. Daarop is te zien hoe hoog het water bij u komt als de dijken breken. Dat straks. Een vrouw van 26 jaar uit het Duitse Hannover is gisteravond bij een steekpartij in Nijmegen gewond geraakt. Het steekincident volgde vermoedelijk op een ruzie in een woning aan de Ziekerstraat. De politie heeft 3 verdachten aangehouden. Het gaat om 2 vrouwen uit Nijmegen van 30 en 31 en een vrouw van 30 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk en hoe het met het slachtoffer is, is ook nog niet bekend. De gemeenteraad van Barneveld wil dat een externe commissie de rol van het college in de zandcrisis gaat onderzoeken. In de gemeente Barneveld ligt 9000 ton omstreden grond van afvalverwerker Vink. Het is voor het eerst dat de gemeente Barneveld haar eigen rol in de zandcrisis laat onderzoeken. De zaak kwam aan het rollen begin november vorig jaar door het tv-programma Zembla. Dat meldt dat vervuilde grond van Vink in 2 nieuwbouwwijken in Barneveld is gebruikt. De grond was verontreinigd met de giftige stoffen styreen en het landbouwgif DDT. De gemeente wist al maanden van de omstreden grond voordat ze het naar buiten bracht. En de gele kubus op het Gele Rijdersplein in Arnhem gaat verdwijnen. De kubus was bedoeld als experiment om de mogelijkheden van het plein te onderzoeken. En dat experiment is mislukt, heeft cultuurwethouder Hans de Vrome nu toegegeven. Het was de bedoeling om een breed scala aan culturele activiteiten te houden in het tijdelijk bouwwerk dat tot oktober had moeten blijven staan. Daar is niet veel van terechtgekomen. Het experiment heeft in totaal een kleine 2 ton gekost. Het college van Arnhem zal met een nieuw plan komen om het Gele Rijdersplein weer aantrekkelijk te maken. Dan gaan we naar Winterswijk. Daar buigt de raad zich vanavond over het cultuurkwartier dat een mix moet worden van culturele activiteiten en ontmoeting. De gemeenteraad moet vanavond beslissen of ze verder wil met het onderzoek naar zo'n groot cultureel centrum. Muziekcentrum Boogie Woogie kan niet wachten op een positief besluit, want het gebouw is nodig aan vervanging toe. Toegankelijkheid van het gebouw, de energievoorzieningen, onderhoud wat moet gaan plaatsvinden aan technische installaties zoals cv. De gemeente Winterswijk moet nu iedere keer geld bijleggen. Daardoor is het plan ontstaan om breder te kijken. En liggen de eerste schetsen op tafel. Het oude gebouw van Boogie Woogie moet worden gesloopt en er moet een cultuurkwartier gebouwd worden. Naast de muziekschool is er ook ruimte voor de bieb. En voor de bioscoop. Als de kosten meevallen, zien we het zitten. En ik heb altijd gezegd, voor hier ook, een extra zaal of 2 extra zalen zou voor Winterswijk mooi zijn. 2 fristen. De familie Sasbrink-Harkema heeft al zo'n 35 jaar een bioscoop. Maar ze doen veel meer, want ook het naastgelegen restaurant is van deze familie. En wat dacht u van deze panden? Winkelruimtes en sociale huurwoningen. En met een mogelijk vertrek naar de andere kant van het centrum is het de vraag wat hier gaat gebeuren. Ja, je moet eerst met een goed plan komen wat je hier dan in zou willen zetten. Ja, als je het daar mooi maakt en hier maak je het minder mooi, ja, dan is het alleen maar verschuiving van. Boogie Woogie kan niet wachten tot het nieuwe gebouw er staat. Morgen. Terwijl Scopijn hoopt dat de raad vanavond een wijs besluit neemt. Hoeveel is het waard om een muziekschool en een bibliotheek te huisvesten? Hoeveel geld wil je daarvoor reserveren? Voor een toch een betrekkelijk kleine doelgroep die daar gebruik van gaat maken. Hoe hoog zou het water in uw huis staan als er geen dijken waren? Waterschap Rivierenland laat het zien met de lancering van de app #tothier.
Je tikt je postcode in en vervolgens stroomt het water uw huiskamer binnen. Ja, 24 jaar geleden, dat is de half uur die hoogwaterperiode. Dan zaten we hier een meter onder het asfalt, onder het wegdek, stond het water. En de waterstanden die zetten maar door. En ja, op een gegeven moment was het zover dat toch het gebied geëvacueerd moest worden. Iedereen hier weg? Iedereen hier weg in het gebied, ja. We wisten niet of hij door zou breken of niet. Dus het was echt spannend. Die evacuatie van maar liefst 250.000 inwoners van het rivierengebied begon vandaag precies 24 jaar geleden. Waterschap Rivierenland presenteert op deze historische dag de app #tothier. Daarin is te zien hoe hoog het water komt als we geen dijken zouden hebben. Het doel van de app is bij de mensen bewustwording te kweken via hun smartphone in hun woonsituatie wat waterveilig is als die dijken er niet zou zijn. Hoe hoog komt het water bij jou thuis, in de woonkamer, op jouw werk? En dat kan afhankelijk van waar u woont zomaar enkele meters hoog zijn. We rekenen dat die dijken ook veilig zijn, maar het kan misgaan. En dan is het goed om te weten van wat doen die dijken nu hier? Wat betekenen ze in het kader van die veiligheid? Hoe hoog zou het water komen als het misgaat? Daar gaat het om. Sinds 1995 zijn de dijken in ons land verhoogd en versterkt en heeft de rivier meer ruimte gekregen. Maar het gevaar van hoogwater ligt nog altijd op de loer. En daar verandert die nieuwe app niets aan. Als we die app hebben, maar daar houden we niet het water mee tegen. Maar dan kunnen we wel zien hoe hoog dat water zou komen of wat er gaat gebeuren. Ja, ook belangrijk. Daar word ik niet gerust op, want dat komt best hoog. Ja, inderdaad. De app #tothier is te vinden in de App Store van uw mobiele telefoon. Ja, en dan doken er vandaag bij Omroep Gelderland unieke luchtfoto's op uit de periode van het hoogwater in 1995. Die foto's werden gebracht door oud-vliegenier Hein Sibbing uit Ede. Hij werd ingezet om een delegatie van Rijkswaterstaat over het rivierengebied te vliegen voor een hoogwaterinspectie. Als vlieger maakte Sibbing zelf ook de nodige foto's. Dat leverde unieke beelden op van het ondergelopen land. Beelden die hij 24 jaar na dato met de buitenwereld deelt. We zijn van mij richting Tiel gevlogen. Daar was het kortste afstand tot de Rijn. En we hebben een stukje de Rijn gevolgd, de Maas gevolgd, tot aan Roermond. En toen zijn we weer teruggevlogen. We hebben Nijmegen, Tiel, we hebben de sluizen gezien. Het verhaal van piloot Hein Sibbing uit Ede en een uitgebreidere selectie van zijn foto's zijn te zien op onze website gld.nl. Een enorme schok voor Teun van 7 en zijn 5-jarige broertje Daan. Tijdens het spelen bij hun oma in Serenberg werd oma ineens onwel. Maar gelukkig wist Teun precies wat hij moest doen. Toen zei papa en mama, als iemand een keer iets gebeurt, dan moet je 112 bellen. Toen, daarom had ik dat gedaan. Toen zijn oma flauw viel, kwam Teun meteen in actie. Net zoals zijn ouders hem hebben geleerd. Telefoon pakken en 112 bellen. Met zijn rustig, koelbloedige actie heeft de 7-jarige veel respect afgedwongen, ook van de politie. Teun heeft heel rustig de meldkamer uit weten te leggen waar die was en wat er aan de hand was, waardoor er heel snel eerst de hulp verleend kon worden. En dat is wel heel knap voor een jongen van 7. Bram plaatste zelfs een bericht op Facebook en dat leverde meteen heel veel reacties op. Ondertussen is Teun weer thuis met zijn vader, broertje Daan en moeder, die aan het werk was toen haar moeder flauw viel en ze een telefoontje kreeg. Dan schrik je wel, maar vooral eigenlijk de emotie die kwam bij mij was vooral al dat ik super trots ben. Gewoon op wat de jongens gedaan hebben. En dan weet je, denk jeetje, ja, gewoon heel knap. Voel je jezelf ook de held van de dag? Ja, samen met Daan. Met oma komt het goed. Die moet alleen een nachtje in het ziekenhuis blijven. Het weer dan nog. Vandaag hoort u er meer over van Dorien Bouwman. Op veel plaatsen was het wit vandaag, maar ook grijs hebben we veel gezien. Want we hadden te maken met hardnekkige mist en de zon kwam er maar amper doorheen. En ook de temperaturen bleven een beetje achter. Want die mist die bleef wat plakken onder de bewolking waar we mee te maken hadden. En er komt nog meer bewolking aan, want hier ligt al de storing waar we vannacht mee te maken gaan krijgen. Maar vandaag overdag is het duidelijk te zien dat de zon maar amper een gaatje kon vinden. Nou, vannacht dus, zoals gezegd, een nieuwe storing en die gaat weer wat sneeuw opleveren. Voor de centimeter of 2 à 3 waarschijnlijk, maar de temperaturen liggen dan alweer onder nul. Dus dat kan nog wel wat gladheid opleveren en overlast voor het verkeer. Want in de loop van de ochtend is morgen die sneeuw dan wel weer verdwenen op een enkel restbuitje na. Kan ook weer wat mist ontstaan, want er staat maar amper wind morgen. En verder is het overwegend bewolkt. De temperatuur komt wel iets hoger uit dan vandaag.
zitten dan in iets zachtere lucht. Dus de middagtemperaturen liggen rond een graad of 4 à 5. Nou, ook de dagen daarna is het nog overwegend bewolkt. Af en toe wel een gaatje voor de zon. Bijvoorbeeld op zondag lijkt die zon de meeste kans te krijgen. Maar er is ook wel steeds kans op een winters buitje tussendoor. Temperaturen die blijven een beetje schommelen rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. Kortom, we kwakkelen nog even door. Tot zover het Gelders nieuws. Foto's uit de hoogwaterperiode en Elburg bindt de strijd aan met het gebruik door jongeren van lachgas. Dat en meer leest u op gld.nl en op de app. Nog een fijne avond. Dag!